Eerste helft moeten we misschien wel met 4-1 voor staan bij de rust. Spelen we echt hartstikke goed. En tweede helft was het wel, was NEC duidelijk, de betere ploeg. Dus dan kan je achteraf wel leven met de punten. En je moet nog die oren krabben om de kansen die jullie in de eerste helft hebben nagelaten. Ja, absoluut. Als je ziet hoe vaak we er gevaarlijk uitkwamen en hoeveel moeite zij daarmee hadden. Dan mag je zeker jezelf voor je kop slaan dat je niet gewoon bij rust al een paar goals meer had gemaakt. Dus dat is zeker balen, ja. Had je het verwacht dat je zoveel ruimte zou krijgen in de eerste helft? Nou ja, wel gehoopt. We hebben natuurlijk van de week iets getraind, omdat we moesten het een en ander omzetten. We gingen eigenlijk feitelijk zonder spits spelen. En daar hadden we wel gehoopt dat er een hoop ruimte zou komen. En je zag inderdaad dat ze daar gewoon heel veel moeite mee hadden. Ze wisten niet echt, moesten ze nou doordekken of niet. En daardoor kwam er in de omschakeling zeker helemaal heel veel ruimte. Dus dat hadden we een beetje verwacht en gehoopt. Ja, uiteindelijk met een hele andere samenstelling. Hoe heb je dat ervaren op deze manier? Ja, goed. Ik denk dat je nu ziet dat we gewoon een hele goede ploeg hebben. Ook dat de jongens die vandaag spelen, als je ziet Kevin hoe die speelt, Bart centraal achterin, hoe de jongens dat allemaal invullen, dan zie je gewoon dat het belangrijk is dat we ook een goede bank hebben. Want we missen er vandaag 4. En ik denk dat die jongens die nu gespeeld hebben, dat hartstikke goed hebben opgevangen. Hoe verklaar je het contrast dan tussen de eerste en tweede helft? Ja, moeilijk te zeggen. Ik denk dat NEC ook van alles ging proberen. Uiteindelijk gingen ze met twee centrale spitsen spelen en twee buitenspelers. En ja, dan weet je dat het een stuk lastiger wordt. Wij hebben in de eerste helft ook behoorlijk met krachten gesmeten. Dus dat tikte ook wel aan. En goed, misschien dat daar dan het grootste verschil in zat. Blijft toch wel een puntje van aandacht natuurlijk. De hoeveelheid kansen die jullie ook de afgelopen wedstrijden al gehad hebben. En dat die er maar niet in gaat. Ja, klopt. Maar ik denk ook als je kijkt naar de hoeveel goals we dit seizoen wel al hebben gemaakt. Dat we daar ons niet heel druk om moeten maken. Zoals trainers altijd mooi zeggen, we krijgen de kansen. En die ballen gaan er vanzelf wel in. Is het dan een puntje dat mooi meegenomen is? Of hoe kan je hem omschrijven? Ja, denk ik wel. Als je gewoon ziet, begin van de week, je weet, je mist 4 man. Je moet naar de koploper. Dan denk ik dat het wel een mooi puntje is voor meegenomen. Nou ben jij nog steeds clubtopscorer van de Graafschap. Jouw toekomst met de Graafschap, hoe ziet die er eigenlijk uit? Ja, geen idee. Van de zomer, contract loopt af bij Heracles. En ja, ik heb me nog niet echt gefocust op het nieuwe seizoen. Ik speel het seizoen gewoon lekker uit. En ik zie wel welke clubs of wat zich melden. En dan ga ik rustige keuze maken. Maar wat jou betreft, wil je hier blijven? Nou ja, laat ik vooropstellen dat ik het heel goed naar mijn zin heb. En dat heb ik ook uitgesproken naar de trainer. En als ze willen praten, dan kunnen we altijd praten. En dan zullen we zien of we eruit komen. Maar goed, dat is nu nog afwachten. Eerst de na-competitie maar halen. Ja, zeker. De focus ligt gewoon voor op de na-competitie. En het doel is natuurlijk gewoon promoveren. Dat zou het mooiste zijn.